Daar liggen er ook nog een paar. Hè? Buitenbad, binnenbad. Op dit moment alleen nog maar in de serre hebben we een museum onderliggen. Omdat we nog geen zeg maar, zelf etende, volwassen, bijna volwassen dieren hebben. Of wat maar van de zandbanken van de Maasvlakte ook. Hier zitten er ook een paar bij van de Maasvlakte. Hier zitten er ook een paar bij van Vlissingen. Van de Oosterschelde, de Wettergelde. En ook nog van, volgens mij nog van de Noord- of de Zuid-Hollandse kust. Met die hier ligt gaat het toch wel goed gaan, hoop ik. Ja hoor, dat gaat. We moeten er toch van een paar afscheid nemen. Nee. Want als dat zo is, dan liggen ze hier niet. De Jack, daar hebben wij... Het is een ziekenhuis natuurlijk. Het is een ziekenhuis, maar we hebben ook nog een compleet gescheiden quarantaine hier achter het gebouw staan. En als het echt met zeehondjes zeg maar kritiek is, ook als ze binnenkomen, worden ze daar eerst even goed nagekeken en behandeld. En op het moment dat de beesten eigenlijk deze zeg maar, drukte niet aan zouden kunnen, dan blijven ze echt totaal gescheiden van het publiek. Dan zijn ze door een schroef geraakt of lek geprikt door meeuwen of nou ja, door dat zou allemaal moeder verlaten. Dat zou allemaal kunnen gebeuren, maar het kan verschillende oorzaken hebben. En maken we dan niet te veel geluid voor ze? Het is allemaal dubbel glas hier. En als je nu daar binnen zou staan, zou je ons niet horen. Dus het is hier wel rumoerig door het publiek. Maar het is allemaal geluiddicht gemaakt. Ook in de quarantaine heb je gezien, er zit folie voor. Dus die beesten kunnen ons nog niet eens zien. En hier in deze kunnen ze je wel zien. Maar we verstoren ze eigenlijk niet. Ze zijn het vrij snel gewend.